Hey! Hallo, mijn naam is Acid en ik maak kutvlogs. Dan niet kutvlogs met een K van kut. Kutvlogs met een C van knip. Knip. Snap je? Knip veel. Heel veel. En dit is de eerste keer in jaren dat ik weer een praatvideo opneem. Oh my god. Voordat ik weer oorlog ging starten in de comments. Ja, ik heb een dikke zwarte trui aan. En ja, ik heb een zwarte lange broek aan. En ja, het is 30 graden buiten. Fucking nice. Net ging ik kijken of er geld in mijn brievenbus lag. Maar je weet maar nooit dat iemand ineens 1000 euro in je brievenbus legt. Kan altijd. En er lag een andere brief in. Er lag een brief in voor school. Het is fucking. Het is 25 augustus. What the fuck? Volgende week is het school. Ik weet niet waar is gebeurd, maar blijkbaar is de vakantie gedaan of zo. What the fuck? Blijkbaar is het volgende week in september. What the fuck? Maar oké. Vandaag gaan we schoolrenten. Vandaag ga ik zeggen waarom we langer vakantie nodig hebben. Smash zeker een duimpje omhoog als je langer vakantie wilt. Het werkt. Ik heb bewijzen. Ik weet niet waar die bewijzen zijn, maar ik heb er wel. Ah ja, en als iemand van jullie een ouder heeft of zo die leerkracht is, beter steek je oortjes in of zo. En als je oudere leerkracht is, dan zit de kans erin dat je niet meer naar mijn video's gaat mogen kijken na deze video. Dus let's go! Water die lang in de zon heeft gestaan, stinkt naar scheten. Maar echt naar van die warme scheten. Safe. School. Schoolboeken. Ik ben al één schoolboek kwijt. School is nog niet eens begonnen, sick. 2 maanden vakantie zit er bijna op. Dat betekent dat we binnenkort weer 10 maanden hel tegemoet gaan. We zijn echte strijders. 2 keer examens per jaar in België. 2 keer doodgaan per jaar. Soms zelf 3 keer. En dan krijgen we 2 maandjes vakantie. En de helft van de vakantie kan je niks doen, dan is het scheid weer. En natuurlijk op het einde van de zomer is het weer prachtig weer. Geweldig. Wel, er zou een god zijn. Zo'n guy die alles controleert en zo. What the fuck ben je mee bezig? Kijk, ik ben echt nog niet klaar om terug te gaan naar school. Ik ben nog niet klaar om terug in een muffig klaslokaal te zitten. Ik ben nog niet klaar om te luisteren naar de imbecile idioot die denkt dat hij de baas is. Ik heb leerkrachten. En ik ben er helemaal nog niet klaar voor om op maandagochtend die vieze koffiegeur in mijn gezicht te krijgen. Die fucking vieze koffie ademlucht van leerkrachten. What the fuck is er mis bij jullie? Oké, even rustig. Ik ben nog niet klaar om elke ochtend weer om 7 uur op te staan. Ik sta in de zomer zo op om 1 uur 's middags of zo. Dan zit je al door de helft van een schooldag. Ik ben er nog niet klaar voor. En jullie ook niet. Ik doe mijn best om niet te beginnen huilen. Maar het is moeilijk. Het is zo moeilijk. Ik ben nog niet klaar om in de klas te zitten met mensen die bruin zijn van de zon. Want ik ben een fucking vampier. Ik ben niet naar het strand geweest deze zomer. Ik heb ook niet zoveel buiten gezeten. Als ik naar buiten ging, dan heb ik zo een dikke trui aan. Shit. Fuck. En je zou dat denken, 1 september is leuk. Kan je een beetje vertellen over de vakantie? Laat me even jullie dromen wegnemen. Vanaf je in het middelbaar zit, mag je niet meer praten over de vakantie. Er is ook niks als kennis maken met elkaar. Nou, dat hoort er allemaal niet bij. 1 september is gewoon meteen huiswerk, meteen stress, meteen vakken, meteen les. Direct doodgaan. Ik weet niet hoe ik het ga overleven. Stel, jullie horen niks meer van mij na 1 september. Dan ben ik door een raam gesprongen uit mijn school en ben ik dood. Dan mogen jullie wel mijn computer en zo hebben en mijn huis en zo. Oké. 2 maanden vakantie is niet genoeg. En dan kan je zeggen, ja, maar de schooldag duurt maar een halve dag. Hij heeft weekends, hij heeft vakanties en bla bla bla. Dat boeit mij niks. School is school. Als ik school heb op maandag, dan boeit het mij niet dat ik thuis ben om 5 uur. Ik heb school gehad. In een weekend, ik doe eigenlijk niks voor school in een weekend, maar het is belangrijk om te weten dat... Oké, weekend stellen we wel als vakantie. Eigenlijk, ik doe nooit iets voor school in weekend. Dan heb je nog eens vakanties. Doe ook niks in een vakantie voor school. Oké, eigenlijk hebben die mensen wel gelijk. Eigenlijk heb ik wel meer vakantie dan school. Maar de leerkrachten en huiswerk maken alles veel erger. Ik weet niet of jullie er al eens hebben bij stilgestaan. Maar weet je hoe cool school zou zijn als je geen toetsen kreeg en geen huiswerk? Dan moet je gewoon naar school gaan en dat is het. En als je kijkt naar mijn haar... Mijn haar is duidelijk ook nog niet klaar voor school. En ja, dat was eigenlijk wat ik wou zeggen. Ik ben nog niet klaar voor school en jullie ook niet. Deze video is een petitie. Bij 30.000 likes krijgen we 2 maanden langere vakantie. En dan zou ik zeggen mei en juni. Want in september en oktober begint het al slechter weer te worden. Dus vanaf nu is de zomervakantie mei, juni, juli en augustus. Bij 30.000 likes stuur ik deze video naar het parlement van België of zo. En dan hebben we langere vakantie. Let's fucking go. Like de fucking video. En als je dat niet doet, dan kom ik naar je huis. En dan like ik de video met jouw hand of zo. Dat ik je heb gedrogeerd met allemaal soorten drugs en verdovingsmiddelen. Holy shit. Zie wat de zomer met mij doet. Ik word er helemaal krank van. Oké, dames en heren. Vonden jullie een leuke video? Smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En omdat de laatste week is van de zomer, ga ik toch eens naar het strand gaan. Ja. Oké, maar steen maar uit. Want steen met beginnen met dagelijks vlog. Want ik doe nooit iets in mijn leven. En ik ben net terug van Pukkelpop. En ik ben bro.